Oh, oh, oh no! No! Yo strijders, mijn naam is Sennis Sosto en vandaag heb ik weer een nieuwe vlog. Het is echt lang geleden sinds dat ik dit heb gedaan. Ik heb echt al heel lang niet gevlogd. Ja, daar is eigenlijk maar één reden voor en dat ga ik nu laten zien. Zoals je ziet, mijn pc is weg, want die oude bakkenbeest is gewoon dood. Gewoon weg. Als je me volgt, kijk, als je me volgt op Snapchat en Instagram, dan weet je dat die kapot is gegaan. Maar zo niet, ja, mijn pc die is kapot en ik heb een nieuwe gehaald. Die ga ik nu ophalen, samen met mijn broer. Mijn broer gaat me brengen en we gaan even wat samen met mijn broer doen. What up, Ismael? Lang geleden sinds dat we jou hebben gezien. Sinds dat ik heb geklaard met Poel in Turkije. Dus ja man, volg. Dus we gaan kijken wat we vandaag gaan doen. En aan het einde heb ik gewoon eindelijk mijn dikke pc'tje. Let's go. Oké, what up guys. Ik ben nu onderweg met Ismael Driver. En met de cousin Achie, je weet zelf, onderweg naar Ridderkerk. We gaan die pc ophalen en daarna gaan we nog even Rotterdam in de stad in, denk ik. Dus ja man, blijf kijken. Ik ga dadelijk verder vloggen bij Alternate zelf, dus. En er is één file hier. Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt IJssel. Damn. Ridderkerk om de bordenbaren terecht te volgen. Damn, son. Shit. Kijk, dat is de case. Grafische kaart is een 1060, man. Alles is binnen, voeding, koeling, processor, alles. Oh shit, man. 6 gigabyte. Oh, damn. We kunnen het beter binnenzetten. Oké, kijk strijders, we zijn back. Hier kan je zien wat ik allemaal heb. Shout out to the uncle. Thanks man. We gonna build it now. Dus timelapse of zo. Denk eraan. Dus let's go. Ik ga niet meer praten. Ik zie jullie ooit wel weer terug. Dus ciao voor nu. 5 system fails. Nice. Laten we nu, wat wil je als eerst? RAM of? De case
Dit is de Case NZXT S340. Waar staat die S voor, Ennis? Die S staat voor... Silent. Silent, man. Silent? Echt? Oh, nice. So I can watch porn in the night. My parents won't hear my PC. Not that kind of silence, man. God damn it. Zal ik deze eruit halen? Cut. Oké. Kijk, de koeler zijn wat probleempjes mee. Die valt er steeds af, maar die gaan we als laatste erop doen. Alles is klaar, kabels zitten erin. Nu gaan we de fucking beest, de GTX 1060, 6 gigabyte variant erin stoppen. Maar laten we hem eerst natuurlijk uitpakken. Oké. onze Turkse rookmachine zit hier special effects te geven. Oké, laat me hem. Denkt zeker dat ik deze fucking lelijke stickers ergens op ga plakken. Als je me sponsor, maybe. Alright. Thank you for choosing a MSI product. Ja, geen dank, man. Play hard, stay silent. That's what I like to do with my dick. Play hard, stay silent. Oké. Het heeft even geduurd. Ik ben moe, ik heb rugpijn. Ik dacht dat het makkelijk zou zijn. Ik was hier om 6:00, 6:30. En kijk, het is nu gewoon 10:00, dat is. Sinds, laten we zeggen, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00. 3:00 zijn we bezig geweest. Maar het heeft goed uitgepakt, hoop ik. Hier kunnen we de plastic eraf halen. If I can... Oké, kijk, nu komt het. Oh man, het is een beetje donker, maar... Zal ik klikken? Yeah! Oh man! That's what we work for! Oké, Joost Rijders, het is op dit moment de volgende dag. En vandaag is een drukke dag, maar gisteravond was ik rond 11:00 pas klaar met de software en zo. En toen was ik pas rond 1:00 klaar met zeg maar belangrijke dingen installeren en updaten. En nu is alles gewoon goed, alles is oké. PC runt gewoon en het heeft in totaal echt fucking lang geduurd, zeker meer dan 6:00 bezig geweest, 5:00 of zo. Eindelijk doet hij het. En kan ik hem jullie laten zien. Ik heb hier lang voor gewacht. En nu kan ik eindelijk weer meer video's maken. En nu kan ik ook gaan streamen op Twitch. Kan ik ook game video's gaan maken. Dus dat komt er ook allemaal aan. Dus mensen vroegen zich af, ja, hoe ziet jouw setup eruit? Nou, mijn kamer is nu voorlopig niet heel groot, dus... Ik doe het eigenlijk op een hele kleine stukje waar het werkt. En ik vind het gewoon fijn om hier te werken. Dus check it out. Kijk, om te beginnen. Dit is mijn muis. Logitech G402. Gewoon een goedkope muismat. En dan een Logitech mechanisch toetsenbord. Die is zo best wel nice. En een Logitech headset. Logitech koptelefoon, ik heb ook nog gestuur. Alles is van Logitech eigenlijk. En bijna alles is blauw. En mijn achtergrond is natuurlijk Heisenberg. Heisenberg, weet ik veel, Breaking Bad shit.
Jeroen Keizenberg. That's my man. En dit is mijn PC, man. Dit is mijn bakkenbeest. Als je afvraagt eigenlijk... als je afvraagt wat er allemaal in zit en wat de specs zijn, ik zou het onder in de beschrijving neerzetten. En ja, de prijs die moet je dan zelf uitvogelen, want hij was echt heel duur. Dus dat is eigenlijk gewoon mijn setup. En ik ben echt heel moe. Ik ga nu games installeren en ik ga gamen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je het leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Laat de reactie achter. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan, want er komen vanaf nu meer video's aan. En ik weet dat ik dat heel vaak zeg, maar dit keer meen ik het ook. We gaan gewoon aan de slag gewoon. Dus ik bedank jullie. En dan tot de volgende keer. Ciao.